Jij bent schaapje, toch? Ja, een ander schaapje. Een ander schaapje. Jarenlang ontlokte hij op de straten in de stad bij oud en jong, brede glim en schaterlachjes. Maar voor Maastricht's bekende poppenspeler Ruben Komkommer braken moeilijke tijden aan. Hij kreeg corona en grote financiële problemen. De schulden werden te groot. Het werd... Uh, 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 ja, dan kom je gewoon niet verder, kom je er even niet uit. En dan euh, ontstaat er ook een situatie in je leven dat je, euh, ja, euh, dat er bergen ontstaan van rotzooi waar je, waar je in komt te zitten. Van, van, waar je op een gegeven moment gewoon echt niet meer uitkomt. Uiteindelijk kwam de poppenspeler onder schuldbewind en kreeg hij te maken met een huisontruiming waarbij hij zijn hele poppentheater verloor. Ruimtes waarvan gezegd was van daar moet u vanaf blijven, dat, uh, dat was blijkbaar niet doorgedrongen en toen is dat dus ook leeggehaald, oftewel het Poppentheater weg. Ik heb toen uh, de een na de andere voorstelling afgezegd, maar ja ik moest gewoon herstellen, uh, dat was voor mij heel belangrijk. En voor mij is het heel belangrijk dat er dan vrienden zijn, dat er mensen zijn die er voor je zijn, die klaarstaan en je begeleiden en die alles op alles zetten. En die mensen, die vrienden, die stonden klaar. Iemand die bood een pop aan en toen kreeg ik een bericht dat ik heel veel poppen kan ophalen, dat ik een kast kan ophalen, dat ik allerlei spullen kan ophalen. En wat ik veel nog belangrijker vind. Ik ben zelf daardoor gestimuleerd tot het maken van opnieuw Oma Gent, Snuf, de heksenboef. Ze zijn er weer. Belangrijker voor mij is er eigenlijk niet. Om alle poppen weer helemaal tot leven te brengen, zetten Rubens Vrienden ook een crowdfunding op. Die loopt nog enkele dagen. En hopelijk komt het met die nieuwe show dan helemaal goed. Ik ben Oma Gent, Ja, <laughs> ja, ja. ja. En ook ik ben weer terug. Ja, wij zijn weer terug hoor, wij allebei. Ja, en uh, we gaan lekker poppenkassen. Lekker lol maken, hè, zoals jij altijd zegt. Ja, lekker lol maken.